Met z'n allen doen. Zeg maar het zingen, het dansen, alles wordt in één keer één. En dat is gewoon mooi. We ondersteunen elkaar daar waar nodig, hoe moet je dat zeggen? Ja, we maken er met z'n allen iets moois van en dat is gewoon mooi. Om de mensen te entertainen. Moeten zelfs de armen een poedertje? Ja, want ik vind met deze kant naar het publiek. Dus die kant moet een beetje... Ja, mag ook een beetje bruiner. Het is wel net echt natuurlijk zo. Ja, het is hartstikke echt. Wat maakt het zo mooi om hier straks te staan? Allemaal poldermensen, hè? Allemaal mensen, eigen kweek wil je zeggen. Ja. Ik denk niet dat er echt heel veel beroepsmatige krachten bezig zijn. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. Wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Denk ik. Ja, die hebben we in ieder geval gehad. Ja, zo is het, die hebben we gehad. Het is altijd de spanning in het begin even. Maar dat staat altijd onder spanning. Maar dit is altijd een nummer. Ja, dan komt het een beetje los daarna. Ja, maar het is ook wel moeilijk om dit met het juiste gevoel mee te zingen, denk ik. Of te zingen. Ja, dat valt niet mee. Maar goed, we doen het nou voor de tweede keer. We hebben natuurlijk al een aantal keer geoefend. Maar het is wel een prachtig nummer. Do what?
moeilijk om een mooi programma neer te zetten? Ja, het is een kijken wat je van tevoren wil. Het is natuurlijk een proms, dus je moet een tikje klassiek, een tikje poppy. En daar een mix van. Gisteren hadden we ook een heel gemêleerd publiek. En volgens mij is dat programma nou, is daar wel in geslaagd. We hebben slow, we hebben mellow en we hebben up-tempo nummers. En natuurlijk heb je, ene nummer vindt een wat wel wat mooi en ander is wat minder, vindt een ander wat minder mooi. Maar ik denk toch dat we met iedereen, we bouwen natuurlijk op. En iedereen gaat hier zometeen weg met een goede adrenaline kick. Dit liedje te zingen. Ja, echt super vet. Het is echt een super mooi nummer. Dus ik vind het ook echt, ben echt heel blij dat ik hem mag zingen. Dus. Heel klein en heel zacht. En, nou, wel moeilijk lijkt me dus. Ja, het is wel moeilijk. Het is vooral echt een gevoelsnummer. Dus je moet echt helemaal terug naar je gevoel. Maar het is wel, heel mooi nummer. Het moet een goed gevoel zijn, denk ik. Ja, super. Helemaal tevreden. Allemaal tevreden mensen. Mensen hebben genoten. Maar iedereen die gesproken heeft, fantastisch. Dus dat doet je goed. Dat doet je goed. U heeft zich nogal wat op de hals gehaald, natuurlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb er wel een paar slechte nachten van gehad, ja. Dit was mijn droom. Ik heb hier over nagedacht. Dit was het plaatje wat ik in mijn hoofd had. En het is uitgekomen. Daar ben ik heel blij mee. Dus dan moet je een keer risico's nemen. Dat heb ik gedaan. En we gaan volgende week de balans opmaken. Ik hoop dat we ermee uitkomen. En dan volgend jaar? Twee jaar? Twee jaar. Ja, ik wil het, er moet een polderfeest worden, dus het poldergevoel. Maar je merkt ook wel, het kost heel veel energie van al de mensen die meedoen. Niet alleen van ons, maar zeker van de artiesten. Dus dit kun je denk ik niet, dat spelletje kun je niet één keer in het jaar doen. Maar één keer in de twee jaar kun je dit voor elkaar krijgen. En dat gaan we ook doen.